De kruiddampen trekken weg en de uitslag van de verkiezingen is bekend. CDA en VVD zijn beide de grootste met 6 zetels. Wij gingen de markt op om de reacties van de Almeloers op te vangen. Ik heb op een lokale partij gestemd, dus ik vind dat belangrijk voor Almelo. Over het algemeen vind ik het belangrijk dat lokale partijen voorrang krijgen boven landelijke partijen. Omdat deze dicht bij het vuur zitten hier. En die landelijke partijen, ja, dat moeten ze mij daarna uitvissen, uitvechten. Dus dat is mijn mening. Ja. Mag ik vragen waar u op gestemd hebt? Jawel, natuurlijk wel. Sowieso op een vrouw. Dat had ik helemaal in mijn hoofd. En op CDA. Ik was tegen het referendum. Waarom? Ja. Ik vind het toch allemaal iets te weinig informatie die ons is gegeven. Ik ga ook geen 95 pagina's doorlezen, dus dan stem ik nee. Dan moeten ze voortaan, denk ik, beter informeren. En dan kan ik daar een meer overwogen keuze in maken. Dus dan zou ik daar misschien voor stemmen. Heeft de partij waarop u gestemd hebt gewonnen of verloren? Gewonnen. Ja. Mag ik vragen welke partij? Ja, de LAS. De LAS? Ja. Waarom LAS? Nou, sprak mij meer aan. En ik denk dat lokale partijen iets meer kunnen betekenen voor de gemeente dan de grote partijen, denk ik. Zeg, heb je gestemd? Jazeker. Je moet altijd je stem niet verloren laten gaan. Zo is het. En mag ik vragen wat je gestemd hebt? Mag ook nee zeggen, hoor. Ja, op mijn geloofsovertuiging. We zijn zo automatisch een rooms-katholiek. En dat doen we altijd de CDA. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen partij. Iedereen moet zelf beslissen wat ze wil. En we hopen dat ze allemaal goed doen met elkaar. En ze moeten allemaal samen één band zorgen. Eén familie met elkaar. Dat is het beste. Heb je nog een mooie slogan voor de markt of voor Almelo? Ja. Wees wijs, wees wijs, wees maar niet eigenwijs. En wees raad maar daad, stem op je eigen partij. Dank je.